Maar Giel Ouwekerk uit Den Bosch is doof en wilde al heel lang dat er bij belangrijk nieuws gebarentolken worden ingezet. Afgelopen dinsdagavond greep hij zijn kans om heel Nederland die boodschap duidelijk te maken. Ik denk, ja, ik moet iets doen. Kom op, ik moet iets doen. Want dit kan zo niet. Er moet gewoon een oplossing komen, ook voor andere mensen. Dus ik heb een oud bord gepakt, dat omgedraaid, daar iets opgeschreven. En ik heb het gewoon gedaan. Ik denk, nou, nog 5 minuten de tijd. Dus ik ben echt daarheen gerend. Dus ik dacht, fuck, ik doe het gewoon. Ja, met een bord. Staat iemand met een oproep voor een gebarentolk? Wat krijg jij dan nu niet mee? Of hoe krijg je het anders mee? Kun je dat eens uitleggen? Bij ondertiteling voelt dat ik het meer... voelt het meer wankel, ben ik onzekerder. Een tolk kan er een soort interpretatie aan geven. Die weet hoe belangrijk dat is. Welke intonatie ze moeten overbrengen. Hoe serieus het is of dat het niet serieus is. Valt het mee? Bij ondertiteling kun je dat niet meekrijgen. Is het waar of is het niet waar? En ik zie dat de regering zelfs nu een tolk in heeft gezet. Oh, top. Dat is helemaal nieuw voor mij. Eindelijk. Het voelt voor mij gewoon ontspannen. Ik kan ontspannen zitten. Ik kan me gewoon focussen op de tolk. Ik hoef niet op andere dingen te letten. Dus het is voor mij echt een overwinning. Ja, en ook het Journaal van 8 uur heeft de komende weken een gebarentolk. Dat is te zien op het kanaal NPO Nieuws.